Gefeliciteerd Robert Groeneveld. Is dit het kroon op je werk? Nou, ja, maar zo voelt het nog niet. Het moet er allemaal een beetje, denk ik, binnenkomen bij iedereen. Huilen stond wel net nader dan het lachen, maar ja, het is wel ongelooflijk. En ook na de week die we gehad hebben en hoe we het dan afsluiten op deze manier, ja, daar nou, misschien nog echt geen woorden voor. Je zegt het huilen staat me nader dan het lachen. Een paar weken geleden zei je hetzelfde, toen moest je voor mij ook een traantje laten na die belangrijke overwinning op Alkmaar. Hoe komt dat? Nou, omdat je er zo ongelooflijk veel voor doet, eigenlijk. Wij als team, en nou, ik ook, ik start er heel veel aandacht, ja, net als iedereen. Maar als je weet waar de club en het team en dat soort dingen vandaan komt. En als je dan, ja, iedereen verklaarde me voor gek toen ik naar Alphen ging, gezien mijn achtergrond. Die in de hogere regio's ligt van de hockey. Nou, en als je dan dit neerzet met elkaar, ja, dus, dat is waanzinnig. En dat traantje wat je net zei op Alkmaar, ja, dat was ook wel een te vroeg traantje. Want daarna spelen we heel slecht. En dat weet iedereen ook. Alleen, ja, er kwamen gewoon bepaalde dingen bij kijken. En we dachten misschien na Alkmaar, we zijn er. En dat was nog niet zo, het duurde nog even een paar weken langer. Toen jij hier kwam bij Alphen, was Alphen een grijze middenmotor in de tweede klasse. En inmiddels gepromoveerd naar de overgangsklasse. Wat heb je gedaan? Wat is er veranderd binnen de club waardoor dit tot stand is gekomen? Nou, binnen de club kan er vast nog wel een hele hoop veranderen. Maar nee hoor, ja, het is een team waar gewoon ongelooflijk veel in zat en zit. Dat zie je nu. Alleen, ze moeten met z'n allen de neus dezelfde kant op hebben. Ze moeten begrijpen wat ze ervoor moeten laten. En ze moeten het met elkaar ook vooral willen doen. En dat is een combinatie van gezelligheid en hockey. En ja, die combinatie hebben we laten uitvallen naar het hockey. En dan zit er ook gezelligheid bij. En ik denk dat daar een ongelooflijk of groot onderdeel van dit is. En het was een vriendenteam. En dat is heel moeilijk om daar mee te presteren. Maar het is er nog wel gebleven. Alleen die balans, ja, die hebben we altijd behouden. Dus ja, er zijn met name mindset en gedrag, noem ik het maar even, wat deze groep heeft geaccepteerd, heeft gewild. En dan zie je dat er een hoop te halen is. Ligt het dan echt alleen aan deze groep? Of is overgangsklasse het niveau dat Alphen structureel aan zou moeten kunnen? Nou, in de tweede klasse, toen ik kwam inderdaad, wist ik eigenlijk nog van niks. En toen hebben we daar niet direct laten zien dat we er thuis hoorden. Toen werden we vijfde, maar daarna promoveerden we. Nou, we hebben laten zien dat we in de eerste klasse, ja, thuis horen, meer dan dat. En nu moet je zelf weer laten zien of je in de overgangsklasse thuis hoort. We spelen de oefenwedstrijden tegen. Dus, en daar geven we goed partij. Maar er zijn nog een hele hoop ja, nieuwe ontgonnen gebieden. Want we kennen allemaal niet wat er nu gaat gebeuren. Maar dat is juist wel het gave en dat wilden we ook. Er gaat ooit een moment komen dat jij weggaat bij Alphen. Wat heb jij dan nagelaten, of achter, wat laat je dan op dat moment achter bij Alphen? Dat het of misschien wel een stabiele overgangsklasse wordt, maar anders minimaal een stabiele topper of subtopper in de eerste klasse. Nou, ik hoop dat mensen Alphen weer een beetje sexy vinden als hockeyclub. Vroeger, toen ik op ADM zat in de jeugd, speelde ik tegen Alphen. Nou ja, dat was Alphen uit, ja, dat was een shitveld en waren een stel boeren. Ik hoop dat dat imago een stuk sexier is geworden. Om het even maar op een gekke manier te zeggen. Maar dat zeg ik ook tegen spelers met wie ik praat. Dat het ook weer is. En dat hebben die jongens zelf gedaan. En daarnaast hoop ik dat er een team staat en blijft staan. Die, ja, hoe zeg je dat? Ja, die neus dezelfde kant op houdt. Je moet er niet een paar tussen hebben die toch af willen buigen. Naar, en dan, ja, dan zie je het gelijk het niveau zie je dalen. En ja, ik hoop dat die twee dingen echt wel bijblijven. Ga je met ze mee naar de overgangsklasse en zo ja? Hoe ga je ervoor zorgen dat je team straks overgangsklasse klaar is? Ja, dat is een goede vraag. Ik blijf. Zeker heb ik al een paar maanden geleden uitgesproken. Eigenlijk al net na de winterstop. Vind ik belangrijk. En niet alleen omdat we promoveren. Want je kan zeggen, ja, we zijn al gepromoveerd. Nou, laat het maar vallen. Nee, juist niet. Ik vind het een waanzinnige ervaring om dat te mogen doen. En we hebben het met z'n allen bereikt. En ja, we hopen zoveel gasten te behouden. Maar ja, nu dit gebeurt, ja, dan in mijn ogen wil niemand meer anders dan dit. En je tweede vraag, ik ben te enthousiast. Hoe ga je ervoor zorgen dat dit team volgend jaar overgangsklasse klaar is? Ja, dat is een goeie. Ja, met de staf, denk ik. En daar moet wel wat gebeuren, om het zo maar even te zeggen. Niet zozeer in de staf, maar wel de dingen die we er nog meer voor moeten gaan laten. Zoals?
Nou, ik denk een stukje conditie. Dat is een overgangsklasse wel weer een stukje extra. Maar wat moet je dan nog meer doen dan 3 keer in de week trainen? Want het blijven natuurlijk gewoon jongens die gewoon door de week op school zitten of werk hebben. Zeker. Nou, we kunnen aan, eigenlijk denk ik aan alle aspecten die je doet. Dus conditie, tactiek, video, trainen. Ik denk dat alles wat intensiever kan. Dus je kan ietsjes meer beelden kijken. Je kan iets sterker worden in je conditie. Je kan net wat feller wat trainen. Nog niet eens langer, maar wat feller trainen. En met name wat meer van elkaar gaan eisen. En dat vinden we ook wel spannend. Dus dat wordt wel de volgende stap. Gaan meemaken vanaf september. Geniet hier eerst maar eens van. Ja, dat gaat lukken. Proost.